Steeds meer automobilisten gebruiken winterbanden. En terecht. Een winterband biedt vanaf 7 graden boven nul en daaronder meer grip dan een zomerband. Niet alleen op sneeuw, maar ook op een kletternat wegdek. Het profiel van een winterband is zodanig dat het meer water kan afvloeien. Wat is een winterband precies? Een winterband verschilt van een zomerband in de rubbersamenstelling en in profiel. De rubbersamenstelling is zachter en in het profiel zijn extra lamellen aangebracht die voor meer grip zorgen. Een winterband herken je aan dit M&S-logo op de zijkant van de band. Wat betekent dit allemaal in de praktijk? Rij je met zomerbanden met 50 km per uur op sneeuw, dan is je remweg zo'n 65 meter. Met winterbanden is de remweg dan 30 meter. Een hele verbetering, zeker als je weet dat op droog wegdek de remweg met een zomerband maar 12 meter bedraagt. In veel landen zijn winterbanden onder winterse omstandigheden verplicht. Op de website van de ANWB kun je precies zien welke regels in welke landen gelden. Tijdens de winterbandentest die de ANWB samen met onder meer de Duitse zusterclub ADAC uitvoert, wordt vooral gekeken naar de grip van een winterband. Zowel in bochten als op een helling en bij het wegrijden vanuit stilstand. Uiteraard wordt ook lang stilgestaan bij de remweg. Behalve winterbanden bestaan er ook all-season banden. Een all-season band is simpel gezegd een kruising tussen een zomer- en een winterband. Onder winterse omstandigheden hebben ze dus voordelen ten opzichte van een zomerband, maar hij haalt het niet bij de grip van een echte winterband. Op een helling wegrijden is met een all-season band al snel een probleem. Rij je veel in nat weer, zoals in Nederland, dan kan een all-season band een prima oplossing zijn. Ga je op wintersport, dan is het beter een echte winterband te monteren.